Hoi allemaal, leuk jullie kijken. Vandaag weer een nieuwe video. En in de video van vandaag spelen we weer een Star Stable. En zoals jullie het misschien al hebben gezien, zit ik niet op mijn eigen account. Maar ik zit op het account van Stacy Greyforce. Dat is ook mijn account. Ik ben namelijk gestopt met het account Joey Winston. Ik vind het account niet meer leuk. Ik ga ermee stoppen. En ik doe dit grapje. Ik ga er niet meer stoppen. Laha, grappig. Ik zit nu op een ander account. Dit is een van mijn backup accounts. Nou ja, of van mijn extra accounts. Dit account heeft 3400 starcoins en ik heb hier nooit geld in uitgegeven. Dit is een van mijn accounts waar ik nooit geld in heb uitgegeven en waarop ik alleen maar starcoins codes spaar. Mocht ooit het gebeuren met mijn Zoe Winston account, heb ik in ieder geval een account waarmee ik iets kan opnemen, iets kan kopen. Dus vandaar. Ik dacht dat ik ook nog een account had met 5000 starcoins, maar ik weet eventjes niet meer welke e-mail erbij hoort. Dus vandaar dat ik nou op dit account ben ingelogd. Dit account heet Stacy Greyforce. Als het goed is heb ik hier nog nooit wat mee opgenomen. Maar wat ik wil doen met deze aflevering of met het account is gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. Ik heb sinds 2012 of 2013, ik dacht 2013, speel ik Star Stable. Dus dat is echt al super lang geleden. Dus ik heb in al die bijna vijf jaar, heb ik ontzettend veel missies gedaan. En dat ben ik natuurlijk ook onderhand al veel vergeten. Of weet ik niet meer precies hoe die missies lopen. Of ja, weet ik veel. Dus daarom ben ik van plan om met dit account missies te doen die je allemaal in het begin krijgt. En om op een gegeven moment steeds verder te komen. Ik ga niet voortaan altijd op dit account opnemen. Want ik blijf natuurlijk bij het account Zoe Winterson, omdat ik daar het meeste op kan. Maar ik vind het ook leuk om af en toe wat afwisseling te doen. En op een ander account te gaan spelen. Dus daarom speel ik op dit account Stacy Greyforce. Dit account heb ik sinds 2016, denk ik. Ja, dat moet tot 2016 zijn. Ik ben hier geen Star Rider. Want ik wist nog dat ik hier op dit account missies had die ik gewoon kan doen terwijl ik geen Star Rider ben. Dus ik ga gewoon die missies doen. En als het goed is, is het account ook nog geen level 5. Oh, hij is van level 5. Want ik dacht dat je vanaf level 5 moest betalen voor het spel. Maar goed, ik zie dat ik nog gewoon missies heb. Dus ik ga het maar gewoon doen. Dan, kijk ik, oh ja, ik ben natuurlijk nou super slow. Oh, en ik heb natuurlijk, en al die tijd heb ik wel wat, als je dan Star Stable bedenkt, wel eens codes uit met gratis kleren of spulletjes. Dus die heb ik ingevuld en die krijg ik in mijn brievenbus binnen, dus daarom heb ik ook post. Ik ga even kijken wat ik, allemaal de loop de tijd allemaal heb ingevuld. Oh, één ding. Wauw. Gift to you, hello, Stacy, here comes a present for you. Oh, dat is een of andere knuffel of zo. Dat heeft Star Stable uitgebracht omdat we 5000 posts op Jorvik wild of zo hadden geplaatst. Ik weet het, ik veel zeg ook maar wat. Ik kan hem niet in mijn zadeltas doen, want zo te zien heb ik niet eens een zadeltas. Ik ben benieuwd of ik überhaupt nog wel paarden heb of dat dit mijn enige paard is. Ik heb natuurlijk ook mijn home stable in Moorland, want ja, ik ben niet zo'n goede Star Rider. Dit account is nog maar net level 5. Het is wel jammer dat het account niet level 1 is, maar ik was van plan. Oh, wel, ik ben serieus nog 0 keer in deze stal geweest. Serieus. Whoops. Oh, ik heb ook helemaal geen paarden. Dus dat zou misschien ook wel kunnen. Wat wil ik ook alweer zeggen? Ik ben wel eens op dit account geweest. Daardoor is hij nou level 5. En ik had dat account gedaan omdat ik op Zoe Winston heb ik heel vaak mensen die me achtervolgen. Dat vind ik nooit irritant. Dat vind ik juist hartstikke leuk. Want heel veel mensen vragen ook aan mij van ja, vind je het irritant als we je volgen? Nee, dat vind ik niet irritant. Ik vind het juist super leuk. Maar ik wou toen dit account, wou ik toen aan niemand vertellen. Wou ik zo ver mogelijk komen. En dan op het einde, als hij level 16 was of zo, vertellen van jongens, dit is mijn account. Ik heb stiekem al die tijd op dit account gespeeld. Maar kijk jongens, ik heb dit account al 2 jaar. En hij is nog steeds level 5. Dus ja, ik heb een beetje tijd gebruikt. Dus ik hoop dat als ik het ga opnemen, dat ik er wat meer tijd voor vrij maak. En automatisch verder kom. Dus als ik op zo... Ja, hier zit dus helemaal niks aan te zien. Als ik op de account Zoe Winterson zit, dan doe ik buiten de opnames, dan ga ik ook nog wel eens Star Stable spelen. Maar ik ben van plan dat met dit account helemaal niet te doen. Dus ik ga gewoon ook een nieuw afspeellijst maken voor deze serie. Dat het echt een soort van serie wordt. Ik weet nog niet hoe ik deze serie moet gaan noemen. Dus laat het eventjes weten in de comments. Want dan kan ik nog altijd eventjes de titel aanpassen. En dan maak ik gewoon even een aparte afspeellijst. Dat jullie het helemaal vanaf het begin kunnen volgen. Want het van Zoe is, het zijn natuurlijk allemaal delen. Maar ik vind het ook altijd leuk als je bijvoorbeeld, net als een Sim-serie, dat je echt een hele aparte serie begint. Dat je begint bij aflevering 1. En dat je steeds meer afleveringen zo kan bekijken. Dus vandaar. Ik ga nu eventjes naar Jarlheim toe. Want daar wou ik net eigenlijk ook al heen gaan. Dus daar ga ik nu ook weer heen. Ik heb dus geen paarden. Ik kan wel paarden kopen. Zoals jullie zien, ik kan er een stuk of 4 kopen. Want een paard kost rond de 700 starcoins. Dus dat moet wel lukken. 700, 800 starcoins. Ik kan natuurlijk, in Moorland. Nee, in Moorland hebben ze niet eens paarden. Ik kan in Fort Penta kan ik wel paarden kopen. Ik weet alleen niet wat daar nou precies staat. Dus nu kijken we straks maar eventjes. Als ik daar aan toe kom trouwens. Even kijken hoor. Waar ga ik heen?
Dit is gek. Ik kom hier echt nooit meer in Moorland. Oh ja, en ik kan natuurlijk niet springen. Dat is zo stom. Ik ben helemaal gewend dat ik kan springen. Kijk, dat je hier gewoon rechtdoor kan lopen. En dat je kan springen, maar dat kan helemaal niet. En ik heb ook een paar dagen geleden... heb ik ook Alicia Online voor het eerst geprobeerd. En dat was echt een chaos. Chaotisch spel. Wow. Ik snap helemaal niks van dit spel. Maar die video staat als goed zal online als jullie deze kijken. Dus ik ben heel benieuwd of mensen mij gaan helpen met dat spel. Als je hem nog niet hebt gezien, staat in het i'tje. Waar staat het i'tje dan? Of staat hij dan aan deze kant? Ik weet het nooit. Oké. Okay. Maar dit is volgens mij de missie van de brug naar Jarlheim. Oh, en dat duurt volgens mij super lang. Rijd naar de kapotte brug en inspecteer de brug. Maar volgens mij heb ik dit soort missies zo'n keertje gedaan. Ja, dat was op het account op Nightstar. Ja, ik had natuurlijk ook een account op Nightstar. Daar heb ik ook wat afleveringen van gemaakt. Want daar wou ik ook een nieuwe serie van helemaal opnieuw beginnen. Maar ik had dus, ja, die serie had ik op een server Nightstar. Dat is volgens mij een Amerikaanse server gemaakt. Alleen ik vond dat minder leuk. Want ik vind de interactie met de mensen die je hebt op Star Stable, vind ik juist super leuk. Dat mensen mij kunnen zoeken. Met livestreams kunnen ze mij vinden. Met opnames kunnen ze mij zomaar tegenkomen. En op de Nightstar server, ja, heb ik natuurlijk niet echt Nederlandse kijkers. Dus daarom vond ik dat account eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. En ga ik nou verder op Stacey Greyforce. Ik heb als goed is ook nog een account dat Hannah heet. Of dat was juist dat Nightstar account, dat weet ik niet meer. En ik heb ook nog April, iets met April. En dacht ook iets met Bambi. Ja, Bambi Bier of zo. Dat was vroeger als je je Star Stable... Hallo, ik wil gewoon mijn brug inspecteren, vriend. Oké, dat kan dus wel. Als je je Star Stable vroeger op een andere taal zette, dan kon je ook een andere naam voor je poppetje kiezen. En dat poppetje heette toen Bambi Bier. Wow, vet grappig. Maar ik weet even niet meer welke e-mailadres daar gekoppeld staat. Maar ja, dat laat ik wel een keertje weten. Ah, ik ga weer hierheen. Hallo Donald. Heet die Donald? Ja, wow, ik heb serieus nog goed gegokt. Oh, dat was serieus de missie? Oh ja, dan kan ik dat natuurlijk weer doen als ik Star Rider ben. Maar ik ben ook van plan om voor dit account geen Star Rider te kopen. Daar heb ik gewoon echt puur geen zin in. Want ik zit daarvoor te weinig dan op dit account. Dan wil ik gewoon leven op de Star Rider codes. Dus als er een nieuwe code is, laat het eventjes weten in de comments. Volgens mij is er op dit moment geen code. Oh, kijk nou. Als ik op de spatiepook druk, dan gaat dat dingetje knipperen. Het was nooit zo, want ik ben vroeger ook een hele lange tijd geen Star Rider geweest. En toen stond dat er nooit. Er zijn heel wat dingen aangepast. Het is nou veel commerciëler geworden, want hier staat nou ook... Wil je leren springen? Word een Star Rider en voltooi de speciale springmissie. Terwijl er volgens mij eerst stond van springen is alleen voor Star Riders of zo. Het is heel commercieel. En ook als je inlogt staat echt zo'n gigantisch scherm van... Word een Star Rider en doe dit en dit en dit. Nou jongens, dat vind ik een beetje heel commercieel allemaal. Is dit Misty Mountain eigenlijk? Ik heb geen idee op welke server ik zit voor de mensen die dit vragen. Welke server is dit? Zo, ik vraag het gewoon letterlijk. Straight to the point. Kan ik in global chat? Volgens mij kan het niet. Wil je de wereldwijde chat gebruiken? Je kunt deze chat... Ja, zie je. Wil je dit gebruiken? Doe dan dit en dit en dit. Wil je dit? Doe dan dit en dit en dit. Oh, volgens mij kan je zelfs ook niet met de trailer. Toch. Wil je het transport gebruiken? Word dan Star Rider. Blablabla. Kijk, zie je. Dit scherm bedoel ik. Dat krijg je als je inlogt op Star Stable. Dat is echt vet irritant. Maar volgens mij kon je wel de trailer gebruiken als je geen Star Rider was. Dat weet ik gewoon bijna zeker vroeger. Je kon volgens mij wel dan de trailer voor het Pinta... gebruiken. Maar dat weet ik niet zeker hoor, of dat zo was. Oh. En dit hele outfitje wat ik bij elkaar heb gespaard, dat is ook van Codes. Bijvoorbeeld het hoofdstel met het blauwe onderlegd of zo, dat heb ik ook van Codes gespaard. En ja, ik moet eigenlijk dus eventjes een zadeltas kopen, maar ik heb niet zoveel geld. Exclusieve kerstjurk. Rijbakjasje. In brand. In brand? Overlevende van de serverbrand. Oh, ik heb het account sinds 2014! Wow, dat kan toch niet? Nou, het blijkbaar wel dus. Het zal wel. We gaan gewoon weer verder paard. Oh, ik weet al wat die missie daar zo is. Ja, ik snap het al. Ponykaap. Ja, dat is de ponymissie. En dan is het van, kom terug als je een pony hebt gekocht. Ja, zie je? Oh, en een wilde mustang. Ah, dat is de spiritmissie. En die kan, ja... Dit kan je dus waarschijnlijk alleen een introductie. En daarna is het van, ga spirit zoeken. Ik heb geen zin in. Oh, hey. Misty Mountain, volgens mij. Oh, iemand die zegt dus... Oh, nee, ja, ik kan niet springen. Ja, daar ben ik gewoon helemaal niet gewend. Ik ben gewoon verwend. Dus dat kan ook niet, heb ik wel... Oké, ik heb wel een buskaartje zo te zien. Dus ik kan wel met een bus als ik dat ooit wil. Ik heb alleen niet zoveel monies. Ja, ik ga geen kleren kopen van Starcoins. Want ik had daar laatst ook een video over gemaakt... van hoe je snel Starcoins kan verdienen. Dus dan moet je die video even kijken.
Ik hoop dat hij ergens hier in het i'tje staat. Daar. Volgens mij is hier het i'tje. Ja, oké. Hier is het i'tje als het goed is. Oh, hier staan die paarden. Dan kan ik ze meteen eventjes uittesten. Maar we gaan eerst even... oh, mijn spel loopt vast. Die missie doen met de spirit iets. Een wilde mustang. Heb je het gehoord? Nee. Weet je wie Spirit is? Oh, kijk. Ik krijg een gratis jurk. Mooi, want ik kan gratis dingen heel goed gebruiken. Oh. Ja, zie je? Dit zijn dus serieus de enige missies die we kunnen doen. Hier heb je echt letterlijk niks aan. De mooiste jurk van de hele wereld. Voor als je een goede eerste indruk wil maken. Nou, ik kan je vertellen, als ik deze jurk aandoe als 18-jarige, dan maak ik geen goede eerste indruk. Oké, okay, zadeltas kopen. Want dan kan ik mijn eenhoornfluff geval... paard. Oh, kijk hier. Een zwarte zadeltas. Oh, die is maar 20 starcoins. Kan ik dat missen? Wat vinden jullie? Hij is heel goedkoop. Eigenlijk wil deze... Maar oh, die is wel een beetje heel duur. Ik vind mijn paard lelijk. Deze is maar 15 starcoins. Deze is 35. 40. 20. Wat is dit? 40 starcoins. Jongens, dit is gek. Bij het mijn account van Zoe Winston hoef ik niet... te letten op wat ik ga uitgeven. Want het boeit niet, want ik heb toch nog starcoins. En ik krijg toch weer 100 per week. Als je dat krijgt, als je starwaarder bent. En nu moet ik serieus op mijn aankopen gaan letten. Dat vind ik niet leuk. Ik ga gewoon weer back to basic. Deze vind ik lelijk. Ik vind deze mooi, alleen die is heel duur. Ik koop gewoon deze. Ik doe het met starcoins. Oh jongens, dat vind ik eng. Ah, ik heb mezelf als van starcoins gekocht. En dat vind ik zo, dat heb ik nooit gedaan. Ik overtreed alle regels die ik in de starcoins video heb verteld. Ik ben zo'n slecht voorbeeld. Oké, maar dan kan ik wel mijn eenhoorn erin doen. En kan het ding er ook naast lopen? Hij kan er niet eens naast lopen. Wild paard regenboogknuffel. De inwoners van Jorvik zijn helemaal wild van dit bijzondere paard. We willen hem allemaal in hun zadeltas hebben. Nou, ze mogen hem voor mij hebben. Hij kan alleen maar in je zadeltas. Ik dacht serieus dat hij ook leuk naast je kon lopen. Even kijken hoor, als ik dit doe of ik hem dan beter kan zien. Oh, oh, hij verdwijnt. Nee, niet mijn eenhoorn stelen. Oké, nou, je kan hem niet dichterbij brengen dan dit. Oké, ik moet zeggen, ik vind hem wel schattig. Maar ik had echt gedacht dat hij naast je kon lopen. Dus dat valt me een beetje tegen, Star Stable. Nee. Oké, we gaan weer verder. Heb ik 20 starcoins verspeeld aan jouw lelijk eenhoornknuffel? Is het een eenhoorn? Even kijken hoor. Oh nee, regenboog. Pff, logisch. Oh, dit zijn de paarden die ik hier kan kopen. Hé, hey, hier stond er toch ook altijd eentje? Of kan dat nou niet omdat ik geen starrijder ben? Waar slaat dat op? Oké, dus een witte lipizzaner. Ik heb nog helemaal geen lipizzaner, dus ik ben heel benieuwd hoe die eigenlijk zijn. Maar ik vind dat ze niet zo'n mooi hoofd hebben. Een Shire, die is zwart. Maar ik vind Shires ook lelijk. Een Starstable, ik vind alles lelijk, sorry. Wat hebben we daar? Oh ja! En die zijn natuurlijk die paardjes aangepast in die stallen. Dat is al een tijdje zo. Nou oké, okay, leuk. Ook weer gezien. Op naar de volgende stal. Wat hebben we hier? Oh ja, natuurlijk die Arabier het beest. Waarom kan ik... Oh, nee, dat is waar ook. Nee. Je moet natuurlijk een bepaald level voor die knolbeesten zijn. Oh, dan kan ik natuurlijk echt maar vet weinig paarden kopen. Kan ik die kopen? Oh ja, die kan dan weer wel. En die Connemara? Ja, dag. Alles kan pas vanaf een heel hoog level. Die natuurlijk weer niet, want die is lelijk. Oh, serieus, die kan ook niet. En dit? Oh, die kan dan weer wel. Ja, zeg, ik kan bijna niks kopen. En die witte Arabier of die zwarte? Kan natuurlijk ook niet, level 10. Nou, ik ben nog helemaal niet zo ver. Straks hebben jullie pesten mij. Wat doen die balken hier zo? Bleh. Ik vind het niet leuk. Ik wil wat kopen en dat kan niet. Oké, nou ja, ik probeer het ponyparcours. Ik kan natuurlijk wel een pony nu kopen, maar dat bewaar ik wel. En ik vind het ook een beetje zonde om een pony te kopen, want je kan er niet zoveel mee. En ze zijn zo sloom. Ik bedoel, dit paard is mega sloom. Maar die ponies die zijn nog slomer. Dat is gewoon niet vergelijkbaar met een slak. Dan is zelfs een slak nog sneller. Zo, dat zijn veel S'en in één zin. Zin. Hé, de paardenmarkt. Oh, dat kan natuurlijk ook. Nou, gaan we dat ook eventjes doen. Stacy Greyforce en Skymist. Oké, nou hier hebben we al die pony knolbeesten. Vanaf welk level kan je die kopen? Level 1. Nou, dat is knap, want als je level 1 bent, dan kan je hier niet eens komen. Maar oké, ik heb al die pony daar zo. Oh, die kostte 300 starcoins, dus die kan ik in wezen gewoon kopen voor mijn geld. Dat vind ik zonde. Hier hebben we ook nog de paardenmarkt.
Oh nee. Oh, die is er dus niet. Die is aan het opbouwen of ze zijn hem aan het weghalen. Nou, daar hebben we dus ook vrij weinig aan. Want op de paardenmarkt heb je op zich wel leuke ponies. Ik heb nu trouwens probeer wat vaker video's met facecam te doen. Want ik doe het nu met de webcam van mijn laptop. En ik dacht eerst dat de webcam van mijn laptop hele slechte kwaliteit was. Maar ik ben het gaan testen. En ik vind het op zich wel oké. Want nu is het voor mij makkelijker om het te bewerken. Dan als ik mijn externe camera helemaal ging aansluiten en zo. Maar ik weet niet, wat vinden jullie hiervan? Vinden jullie video's met facecam fijner? Of vinden jullie het ook gewoon prima zonder facecam? Want ik zit wel eens lekker in mijn pyjama Starstable op te nemen. Maar als jullie het leuker vinden met het facecam, dan zou ik wel eventjes normale kleren moeten aandoen. Want ik ben hier nog nooit geweest. Ik ga niet in mijn pyjama Starstable video opnemen. Tenzij jullie dat leuk vinden. Maar dit was dit alweer de video. Ik kan namelijk nu niet zo heel veel. Ik kan alleen paarden kopen. Maar dan kan ik ook niet echt een paard kopen wat ik heel leuk vind of zo. Dus ik hoop maar gauw dat er codes komen. En dan zal ik meteen echt een rij aan video's opnemen op dit account. Want ik vind het op zich wel leuk om een soort van opnieuw te beginnen. Dan hoop ik dat jullie deze video ook leuk vonden. Vergeet niet eventjes om een blauw duimpje omhoog te doen. En laten we gaan voor 300 likes. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei doei!